Yo, wat up kijkers van Gonzi Games. Welkom bij een nieuwe serie waar ik ga starten met meerdere mensen. Ja, sowieso weer met Jerry. Hé, Jerry? Ja, absoluut. Maar ik zie dat... Zie je dat ook? Daar verderop? Ja. Er zit iemand aan te twerken. Sla me. Is het Miley Paddus? Of is het dan... Oh, ik zie volgens mij... Wie is dat? What the fuck? Kom, we gaan kijken wie het is. Dit is het meest rare dorp dat ik trouwens ooit gezien heb. Dit is een heel raar dorp. Maar ja, zoals jullie weten, zeker Jerry gestapt met de Survival Reeks. En het wordt een complete nieuwe serie. Maar dat hebben jullie in een andere video van mij van de DHD Survival. Survival. Godverdomme, ik kom niet uit mijn woorden. Server, hebben jullie dat al gezien? Maar we gaan dus eerst een paar afleveringen gaan we survival. En daarna gaan we verschillende uitdagingen voor onszelf, ja, voor een ander. Gaan we dat verzinnen? Maar we gaan eerst even kijken wie daar in die village zit. Ik ben wel schieuwnierig. Nee, niet deze. Wacht even. Ik kom nee, op deur. Ik kom omhoog. Ik kom eraan. Ik ben nieuwsgierig wie daar in de toren zat. Ik sloop dit dorpje even. Kort, sorry. Nou, kijken wie er zit. Nou, zij hebben in ieder geval al een village gevonden. Dus ik doe eerst de tijd alleen maar wat durpen. Oké. Okay. Oh my god. Oh. Maar dit is echt wel het meest rare village. Hey! Ah! Wat de? Ga weg. Dat is een hele rare village wie hierin zit. Oh mijn god. Weg. Dat is een paddenvillage. Het is een paddenmon. Hey! Houd op. Daar zit niks in. Ah, hij is leeg. Ah. Nee, mensen, ja, we gaan het niet alleen doen. We hebben nou de eerste gast al hier aan meegedoen. Dat is Rico. Stel jezelf eens voor, zou ik zeggen. Ja, de meeste mensen kunnen je het al trainen, denk ik al van mijn kanaal, maar. Ik ben Rico. Hi. Hi, ja, vet. Hi. Ik ben Rico. Oké, nou dat is Rico. Heeft ook zijn eigen kanaal. Ik ben Groen. Ja, ik heb ook wel een eigen kanaal, vast wel. Zal wel in de beschrijving staan, of niet? Ja, dat komt er goed. Maar ja, we gaan wat vervijvelen. Wat staat er allemaal in de kist als ik krijg? Hè? Wat heb je allemaal gevonden? Twee iron. Ja. Twee appels. Ja. Die nog over zijn. Zeven saplings. Een brood. En een carrot. Oké, nou, als we nou eerst hier onze basis tijdelijk maken, waar we gewoon even wat resources zo gaan halen, dat lijkt me wel een slim idee. Hé, hey, wattel. Een wuttel. Ik word nou gek van die villagers, van die geluiden. Ja, nee ja. Ik vind het altijd, dat wordt ook helemaal leuk, die geluiden juist. Ik denk dat we eerst wat tools moeten maken, lijkt me. Dat lijkt me wel heel slim. Ik heb al graan. Maar nou hebben we natuurlijk... Hey, gefeliciteerd met jullie achievements. Oh my god. Die van mij is belangrijker. Nou zeg ik die saplings, als ik die nou zeg. Waarom? Ik heb hout. Ja, ik heb eten. Ik niet. Is hier geen farm of zo bij deze village of ligt ja, natuurlijk wel joh, ik zit alles hier te farmen. Ja, kijk. Nice. Boer Jerry gaat weer bezig. Boer Jerry, zoals altijd. Boer Jerry. Boer Jerry. Ik ben Boer Jerry en kom van een plaat maar deze chunk joh, of deze village man, dat is echt what the fuck, dat is zo raar. Nooit gezien. Nee, het is vaag in een berg. Maar ja, wat ik zei, het is 1.7.2 en okay. Ja, de bergen hier kunnen wel tot 200 hoog zijn. Dus. Ja, ik zie het. En ik vind het gewoon fucking vet, want ja, dan kan je gewoon een nice kasteel bouwen. Inderdaad. Ik ga hier even wat huisjes slopen, want ik heb hout nodig. Dus ik zie hier een mooi dak en sorry villager, maar ik heb ook... Gaan we alle drie een apart huis maken? Nou ja, we blijven hier tijdelijk en dan gaan we voor alles zien we graag alles gaan we samen eerlijk delen. Ik mijn wortel! Een hele berg vol met klei, dus dat vind ik ook wel fijn. Zo hou je zoveel klei. Kijk ernaar. Waar naar mij. Naar jou. Ik kom naar je toe. Weet ik. Wat ben je? Doe niet zo kleinerend. Dat weet ik niet. Hè? Huh? Dat weet ik niet. Dat valt tegen. Ja. Mooi. Ik ga even naar... Zo. En ik ga denk ik daarboven wonen. Ja, dit is toch een tijdelijke woning dit, dus ja, maar straks gaan we verhuizen en dan ga ik... Wow, dat zijn best een hoge gebouwen hierboven, ja, nou tjech. Ja, dat zeg ik dus net. Ik ga denken, holy dayum, heb je ooit dat ding hierachter gezien, die berg hierachter? Oké. Okay. Nee. Hierachter jongen, dat is een berg jongen, daar word je... Nou, daar word je wauw van. Oh, damn. Oh, er staan allemaal bomen boven. Ja, en sneeuw. Allemaal sneeuw. Sneeuw. Sneeuw? 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 Hoeveel sneeuw? Sneeuw.
Haarsneeuw. Hele sneeuw. Oh, dat is altijd het lekkerste sneeuw. Sneeuw. Ja, jij bent een echte sneeuwman, hè? Hey, chill, man. Oh, hebben we alleen maar... Gek genoeg hebben we nog nooit gewend in sport, maar dat maakt niet uit. Alleen maar dit, of... Heb ik nog boven nog een farm zitten? Boven zit ook nog een ding. En ik zie daar een village die aan derp is. Maar ik weet niet hoe ik daar in godsnaam zou moeten komen. Dat is een beetje het nadeel. Ik zit hier boven. Oh, dit zijn ook allemaal seeds, dus oké. Holy shit. Ik heb één carrot, dus die ga ik hierin planten. Holy shit. Dit is zo amazing. It's very amazing. Ik denk ervan af. Waarom is er nog steeds geen bucket voor 1.7? Ja, die is er niet. Dat duurt wel even wat. Maar ja, dit is gewoon origineel, dus... Het is survival, dus in principe bucket heb je eigenlijk niet nodig. Hier niet, maar ik bedoel... Op de wat grotere services. Als we nou zeggen, bij die smid, als we daar nou even een basisje maken van dat we daar alles in zetten en zo. Dat lijkt me wel makkelijk. Zie, ik heb hier... ik leg hier een iron en zo in. Ik ben hier alle achievements even aan het kapot maken. Achter elkaar gewoon. Cheater! Oké, ik ga even zoeken naar hout. Ik heb hier wel hout, eventueel. Ja, maar ik wil het zelf hakken, dan krijg ik nou een achievement. Oh, vet cool. Ik heb ook een achievement. Wow, Rico is hot topic. Altijd. Spannend hoor. Ik ben spannend. Problem. Oh, trouwens, ik kan ook dit maken. Ik ben een beetje dood. Ben je wil er een stenen zwart hebben. Ben jij dood? Serieus? Ben jij dood gegaan? Ja hoor, hij is weer dood gegaan. Nou ja, dan moet je hier naartoe lopen. Hé, hey, wil je een zwart? God. Er zitten allemaal zombies. Hier, kom, boven jou. Hier, een zwart. Ja. Bleh. En een pickaxe. Hé hey man, die was bijna mee. Jullie hebben fanzombies beneden staan. Kijk hoor. Is het zo? Ja. Ik probeer er nu langs te komen, maar ze zijn een beetje irritant. Oh my god. Oh mijn god. Oh mijn goeie gretjas. Dat klonk best wel gay. Ja, inderdaad. Ha! Gay! Juist. Yay, getting an upgrade. Oeh. Ik was in. Even kijken, bomen planten. Ja, ik denk dat we... Ik weet niet wat voor diep we zitten. We zitten hier op... 115. Hé, mijn spullen liggen er nog. Dankjewel dat jullie zo lief zijn om te laten liggen. Dit is een hoogte van 115. Jezus, dat is nogal wat. Moet iemand op brood? Want ik heb op dit moment nu 16 brood. Brood? Weet je wat ik zeg? Jerry, jij gaat door, jij mag over de farms en zo gaan. Dus jij moet voor ons voor eten en zo zorgen. Oké, maar dan weet ik wel wat even goed gemaakt. Ik ga hier beneden denk ik even farmen. Ik heb helemaal bovenaan heb ik een wortel geplaatst. Ah, lekker wortel. Ja, ik heb zelf ook een leg spike. Oh mijn god. Een creeper. Staan die aan? Oh ja, die staan natuurlijk aan. Tuurlijk, het is survival, hè? En nou? Ga weg! Mijn broodje. Wow! Damn. Dat hoorde ik. Heeft iemand toevallig voor mij een beetje hout? Ja, ik heb wel hout voor je. Oké, ik ga het even zelf hakken. Kijk, hier. Klootzak. Je gaat het even zelf hakken. Ja, hier, ga ik deze dak dan gewoon weg, hé. Tenminste, er zit allemaal ook. Ja, nee, ik wil de achievement hebben, snap je? Oh, op die fiets. Maar ik hak deze ook even heel mooi weg. Nou, dan ga ik even even kijken. Ga ik even hieronder durpen. Ga ik even kijken. Hieronder hebben we trouwens allemaal hout. Ik ga even zorgen voor wol en zo. We bedden maken. Dat lijkt me wel een slim idee. We lopen gewoon die villetjes hun hele zooi af te jatten. Ja, boeien. Zijn er geen boekenkasten en zo? Eigenlijk vind ik dat ze iets van defenders moeten hebben in villages, weet je wel? NPC-villages met zwaarden en shit. Ja. Daar is een mod voor, maar dat is voor 1.6.4. Okay. Dat je gewoon echt zo'n dorp moet overnemen. Dat is wel vetter, want het is nu een beetje saai eigenlijk, zo'n NPC-village, vind ik altijd. Het is gewoon, ja. Je loopt naar binnen, je kilt alle villages of je jat gewoon alles wat ze hebben en that's it. Ja, ze hebben wel van die beveiligende dingen, of tenminste van die... Van die Iron Golems heb je dan heel vaak, maar ja, dat is meer voor mobs en zo. Ja, tenzij jij hun aanvalt van... Er zijn hier heel veel schaapjes. Swarma? Nou, 3 wol. Swarma? Nee, dat lijkt wel even standig om in een bed te maken. Want anders... Wat hè? Als ze straks doodgaan, dan moeten we weer er naartoe lopen. Dan heb ik ook geen zin in. Nou, dat is niet zo ver. Wat een klote, man. Je moet helemaal omhoog klimmen. Pak het op ladder. Oh ja,
Nee, ik heb weer een zombie achter me aan. Pardon? Ik heb geen probleem hier. Ik heb een ubersterke zwaard gekregen van Nico, dus dat scheelt weer. Uberach. Gemaakt met bloed, zweet en tranen. Nee, ik heb hem gewoon in elkaar gegooid. Hey, klootzak. Toen vond ik twee eieren en heb daar iets van gemaakt. Ik heb nou 4 wool. En allemaal boompjes, dus ik kan hier gelijk al met boompjes maken. Oh, hij zit daar beneden helemaal, joh. Ik ga denk ik een beetje in het dal hier zo maken, denk ik zo meteen even een farm. Ja, is goed, joh. Als je moet even een bucket. Een bucket voor me. Even een bucket. Even een bucket. Even een bucket. Dan hebben we 2 uieren nog, dan moet je nog even eentje. Maar ja, ik heb hier ook een grot gevonden, dus ik denk dat we de volgende aflevering daar even gaan mijnen ofzo. Dan gewoon even gaan ronddurpen. Maar de volgende pas? Ja. Dus het is nou alles even voor zorgen zo, hè. Dat belangrijkste ding. Zie ik ben nou wol aan het verzamelen voor bedden. Dat is niet belangrijk. Who's gonna crap in my bucket? Crap in my bucket? Nobody's gonna crap in my bucket. The first one to crap in my bucket is going to get killed by my bucket. Je hebt wel met een bucket, of niet? Bucket. Bucket met kip. Bucket met kip, zo. Bucket. Ik hoor iets engs achter me aan. Ga weg! Kutbeest. Sorry, ik ga al weg. Nee, ik word aangevallen door een spin. Sorry hoor. Wow. Hoe heet die spin? Harry. Harry de spin. Harry de spin. Hey, I'm a spider and I like to hide. Scratch, 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 scratch. Oh no, but if you can see me. Oké, ik hoop dat de farmen wat sneller gaat, want ik heb aardig honger. Waar heb je nou die mine? Ik zag net dat iemand een mine aan het maken was, maar waar was dat nou? Een mine? Wie is een mine aan het maken dan? Weet ik, voor Rico of zo? Als jij het niet weet, Jerry weet het niet. Wie zou er onder godsnaam een mine aan het maken zijn? Oh, ik heb het alweer gevonden, hij is het naast de farm. Ik heb ook een paar deuren neergezet, anders. Niet meer. Wat niet meer? Je hebt ze toch niet weggehaald, hè? Je hebt ze weggehaald, hè? Ik had een deur nodig. Hij zet weer terug. Ja, die is weer bezig hoor. Ik ben geen griever. Ik heb alleen een deur nodig. Het is wel een beste bergbeklimming dit man. Ja waarom gaan we eigenlijk op een berg zitten? Nou, hoogtevrees. Bergbewoners. Ga je gelijk naar beneden, Jerry? Ja, sorry. Nee, ik had die allerhoogste boom. Want op een gegeven moment, bij een bepaalde hoogte, heb ik geen last meer van hoogtevrees. Oké, ja, daar misschien. Ik heb in ieder geval 5 wol. Ik moet eigenlijk nog een paar hebben, maar ik ga zo meteen nog even verder kijken. Ik wil aanhouden dat we in een berg wonen, want dan moet ik nog verder naar beneden minen voor een beetje iron. Ja, eigenlijk zijn we... Bucket. Laat maar, ik heb al iets gevonden. Bucket. Oh mijn god! Help! Oh mijn god, ik geloof. What the fuck? Een zombie die vloog in de fik en die viel mij aan. En toen vloog ik in de fik en ja. Ja, lol, en ondertussen kreeg ik Lil Shaviko net weer van Monster Hunter Achievement. Ja. Terwijl ik net ook allemaal zombies had gekild, maar dat maakt niet zo uit. Wat een mooi. Wat een klootje. Ja, Lucy. Ik had weer de shell ding. No. Wow. Bucket. Zo. Ik zie hier heel veel zombies in ieder geval. En nu heb ik eigenlijk best wel trek in een bucket. Ik heb in ieder geval mijn spulletjes weer terug, want zoals je ziet zijn die zombies gek van die villages, want ze negeren mij. Ja, want die willen ze opvreten en dan krijg je meer zombies juist. Oh mijn god, er is hier een zombie, een village was hier veranderd door een zombie. Nee, ik ga dood, nee, ga weg. De infectie, het infecteert hier zo, de infection. Ah. Apocalypse. Ik ben alleen mijn zwaard kwijt, maar dan ben ik zo uit. Ik heb een stenen pickaxe. Hier, nog een zombie village. Ah, is het een pick? Ze lijken wel op Octo. Hoezo? Octo? Wat doe ik? Jerry! Ik heb gezien. Texture pack aan, Tormentje. Texture pack, ja. Ik heb John Smith. Prima. De Jerry Partship. Hey, hallo Skeleton. Dag Skeleton. Nerd. Skeleton dacht dat hij mij kon. Bakken. Zo grappig als je dan een texture pack doet, weet je wel, dan is de ene helft dus wel met een texture pack en de andere helft niet. Ja, dat. Ja, dan moet je een goede textuurpunt downloaden. Ja. Ja, ik heb nog geen zin in gehad, want ik heb ze toch alleen maar 1.6 doen op dit moment nog eigenlijk. Ja, maar dan moet je niet zeuren, Jerry. Oh my god. Yeah.
Oude Jep. Dus gaat het net zoals Jan, dan ga je weer dood. Dood? Ja, dood. Man, ik heb honger. Dood. Een broodje. Wat zei je daar? Blootje. Blootje? Een blootje ook. Lekker. Daar hebben we je gras voor. Ik heb 6 wol nou, dus. Ik mag 3 hebben. Een beetje. Maar ik denk, ik ga zo meteen nog even schapen zoeken. Maar ik ga bij deze de aflevering afsluiten. Damn! Zeg van de. Wacht even. Ja. Mooie harten, ja, tuurlijk. Paard. Nico, de Achievement Hunter. Zeker weten. Yeah. Kom maar op. Ik ga denk ik deze berg beklimmen. De hoge berg. Nou, ondertussen gaat Jerry deze berg beklimmen. Maar ik ga bij deze deel afsluiten. Vergeet niet te abonneren op de kanaal wat hieronder nog staat. Dat komt welke kanalen zijn dat? Ja, wel doen hè. Even kijken, ja, dat komt goed. Zie je. Heel Gamingcast, zonder NL dit keer, want hij heeft een Engels kanaal. Ik weet niet of hij binnenkort ook nog gaat recorden hier, maar dat hoor ik nog wel. Ja hoor. Ja, wordt het in Engels? Ja, gewoon Engels zeg maar. Ja, en ik weet niet of misschien Jerry nog iets gaat doen op het kanaal van Wouter, dat weet ik niet. Misschien ja, ik ben bezig, alleen ik heb het nog op druk. Dus, hij is Battlefield verslaafd. Maar we gaan afsluiten jongens. Ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren op het andere kanaal. En dan komt het allemaal goed. Ik zeg delen op Google Plus. Dat moet je ook zeggen tegenwoordig. Yo, en delen op Google Plus natuurlijk. Ja, dat tegenwoordig is dat heel belangrijk. Google Plus. Ik vind het echt het meest hatelijk dat het is, maar oké. Okay. Ja, ach ja, we doen. Hey mensen, later. Dag. Damn!